In de zolder van het voormalig hoofdkantoor van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken komt er een arbeidsmuseum. Arbeidsminister Reshma Kuldeep Singh heeft de intenties hierover besproken met het bestuur van de stichting Elisabeth Samsonshuis, onder leiding van Cynthia McLeod. Het gaat in deze om het monumentaal pand aan de Wagenwegstraat. De stichting is in onderhandeling met de regering om eventueel de nieuwe eigenaar ervan te worden. Maar het arbeidsmuseum kan pas komen na restauratie van het gebouw. Het museum zal slechts een onderdeel zijn van de nieuwe bestemming die het pand zal krijgen. Minister Kuldeep Singh denkt dat met het museum het gebouw het symbool zal blijven uitstralen van de factor arbeid. Het arbeidsmuseum zal volgens haar de samenleving in staat stellen om de pijnlijke arbeidshistorie te kunnen herleven.